De leiding van het Korps Politie Suriname zal een diepgaand onderzoek instellen naar de wijze waarop voorwerpen het cellenhuis worden binnengesmokkeld. Dit zegt Milton Kensmeel, woordvoerder van het KPS tegen de STVS-redactie. Kensmeel reageert hierbij op de beelden die onlangs op sociale media verschenen van het cellenhuis Geiersvliet, waarbij onder andere tal van mobiele telefoons en scherpe voorwerpen bij arrestanten werden aangetroffen. Natuurlijk zullen er gedachten zijn bij de burgerij, want als iets langer dan een maand terug er zoveel voorwerpen gevonden zijn in de cellenhuizen en nu na bijkans een maand dat er wederom zoveel gevonden wordt, ja, bij de leiding van KPS rijst sowieso de gedachte dus dat er kennelijk, let u goed op mijn woorden, we beschuldigen niemand, dat er kennelijk hand- en spandiensten worden verleend aan arrestanten. En dienovereenkomstig heb ik na overleg met de korpsleiding, in ieder geval de korpschef vanochtend, ja, dat hij al heeft aangekondigd dat er zeer zware maatregelen toegepast zullen worden op politieambtenaren indien zij hand- en spandienst hebben verricht. Kensmeel geeft aan dat het KPS niet lichtelijk omgaat met soortgelijke gevallen waarbij politiemannen mogelijk betrokken zijn bij het binnensmokkelen van materiaal in cellenhuizen. Er zal volgens Kensmeel niet geschroomd worden om degenen die zich hieraan schuldig maken te straffen. Indien het onderzoek zou uitwijzen dat enig politieambtenaar zich schuldig heeft gemaakt door hand- en spandiensten te verlenen, kan in het ergste geval overgegaan worden tot het ontslaan, ja, uit de politiedienst van betrokken politieambtenaar. Ja, dat is de zwaarste straf die toegepast zal worden. Men kan ook nog indien, stel dat er dat de arrestanten waren overgegaan tot baldadigheden, ze hadden politiemannen verwond, dat degene van wie vaststaat dat hij zich schuldig gemaakt om die spullen naar binnen te krijgen, dat er ook nog vervolging kan plaatsvinden.